Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb voor jullie mijn veel producten van juli en augustus. Ik heb het mandje gevuld. Er liggen hier zelfs nog wat producten naast, maar dit is het mandje. En ik ga jullie dus laten zien welke producten ik niet zo fijn vond van zowel juli als augustus. Ik wil gelijk eventjes een kleine mededeling doen. Deze video is misschien qua kwaliteit iets anders dan wat je normaal van mij gewend bent. Het heeft ook een reden, want mijn vlogcamera is kapot en daar neem ik normaal ook mijn video's mee op. Misschien heb je het meegekregen in de vlog. Maar goed, ik moest dus even improviseren hoe ik dus nu een video kon opnemen voor jullie, omdat ik eigenlijk niet zo'n zaterdagvideo wilde zitten. Dus sorry als de kwaliteit wat minder is als wat je gewend bent, maar ja, ik wilde toch heel graag een video maken, dus ik heb mijn best gedaan om toch een video voor jullie in elkaar te zetten. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik van zowel juli als augustus niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met een bronzer. Dit is een bronzer van Catrice. Deze komt uit een limited editie, namelijk de Bronze Away 2 collectie. Deze bronzer heeft de naam Zeno 1 Mall gekregen. Het is wel een hele mooie bronzer om te zien. Ook die gouden achterkant, of eigenlijk een beetje bronzen achterkant. Je kunt ervoor zowel je gezicht als je lichaam gebruiken. Nou, hij ziet er hartstikke mooi uit. Het is ook echt een heel erg groot exemplaar. Er zit maar liefst 30 gram in. Ik vind de binnenkant ook heel mooi. Hij ruikt niet. Sommige bronzers die ruiken ook een beetje naar kokos. Maar ik vind de afbeelding in de binnenkant ook heel erg mooi. Maar hij was te licht voor mijn huid. Ik zal hem even swatchen. Op de swatch valt het nog wel mee. Dit is hem. Hier zo. Maar ik vind hem echt voor mijn gezicht te licht. Ik hou zelf wel van een beetje een wat donkerdere bronzer. Zelfs met meerdere laagjes bleef de bronzer vrij licht. Dus ik kon niet heel erg mooi de bronzer op het gezicht aanbrengen. Op mijn lichaam heb ik hem eigenlijk niet gebruikt. Maar nee, daarom vond ik hem toch wat minder fijn. Omdat hij gewoon eigenlijk te licht is. Misschien als je een hele lichte huidskleur hebt, dat hij nog wel mooi is om te zien. Maar ik heb ook wel een vrij lichte huidskleur. Maar toch vond ik hem te licht. Deze collectie ligt overigens nog steeds in de winkels. Tenminste, de laatste keer dat ik er was, lag hij er nog steeds. Dus ja, mocht je er benieuwd naar zijn. Voor mij was hij te licht. Maar misschien heb jij er andere ervaringen mee. Dat kan. Dan heb ik een mascara en dit is de Curl Booster Caring Lash Primer mascara van het Kruidvat. Deze belooft color intensifying. Moeilijk woord weer. Het is een blauwe mascara. Je moet hem gebruiken voordat je de mascara, je eigen mascara dus aanbrengt. En voor een beter resultaat en fantastische wimpers staat er ook op. De blauwe formule verzorgt de wimpers en maakt het zwart van iedere mascara dus nog intenser zwart. Hij is wel geschikt voor gevoelige ogen. Hij is ook vegan, zit 7 ml in, maar helaas, er kwam bijna geen kleur van af. Je ziet inderdaad dat het een blauwe mascara is. Het borsteltje vind ik op zich prima. Hij is wat gebogen. Je ziet ook heel goed dat hij blauw is. Het zijn wel de borsteltjes waar ik van hou. Maar ik vond het resultaat niet echt geweldig. Je zag hem bijna niet. Ik vond ook niet dat mijn mascara er donkerder van werd. Dus nee, ik vond dit niet echt een heel groot succes. Ik heb wel eens vaker een primer gebruikt voor mascara die ik dan wel heel fijn vond. En deze vond ik helaas gewoon geen succes. Dan heb ik een nagellakje en deze is ook van het Kruidvatmerk. Dit is een High Gloss Nail Color en dat is deze. Ik heb heel veel kleurtjes geprobeerd, maar deze was het helaas gewoon niet. Dit is de kleur 020 Vanille Sorbet. Hij ziet er heel erg leuk uit, maar hij is gewoon weliswaar veel te licht. Je ziet heel erg je eigen nagels er doorheen komen. Dus echt het witte randje van je nagels zie je er doorheen komen. Dat vind ik nooit zo heel erg mooi. Het kwastje is op zich dikke prima. Het is gewoon een kwastje waar je prima je nagels mee kunt lakken. Maar eigenlijk zie je op het kwastje al dat de kleur heel erg licht is. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Vandaar dat ik deze dan toch wat minder fijn vond. Over het algemeen ben ik heel tevreden over deze lakjes van het Kruidvatmerk. Maar deze kleur vond ik gewoon echt weliswaar veel te licht. En was het voor mij gewoon niet. Dan heb ik nog wat producten uit een trendeditie van Essence. Dit is de trendeditie Mini. Ik heb hier allereerst een Cooling Hydra Face Balm. Dit is dus gewoon een stick. Heeft hij nog een naam gekregen? Jazeker. 01 Mini Butt Boosting.
Dit is een stick die belooft een gekoeld effect op de huid. En ja, waardoor eigenlijk je huid gewoon lekker gekoeld zou worden. En eigenlijk heb je gewoon een fijne basis voor je huid. Alleen het koeling effect gaf hij dus totaal niet. De stick ziet er zo uit. Je kunt hem omhoog draaien en dan ziet hij er zo uit. Maar ik voelde het koeling effect gewoon niet. En daarvoor was ik er juist heel erg benieuwd naar. Want ik heb eerder een keer een koeling stick gehad van een... limited editie of een trend editie van Essence of Catrice, een van de twee. Die vond ik wel heel fijn, maar deze die koelde gewoon totaal niet. Dus dat vond ik helaas niet zo fijn. Dan heb ik ook een mini lipsetje en dat is deze. En dit is de 01 Mini But Glossy. En hier zit een lipglossje in en een lippenbalsem. Nou, dit is de lipgloss. Het zijn inderdaad echt hele kleine verpakkingjes. Hij heeft op zich een prima... een prima applicatortje, maar het is gewoon een transparante. Je ziet hem waarschijnlijk ook niet. Jij ziet hem hier een beetje. Lipgloss, en ik vond hem gewoon niet heel interessant. Ik ben gewoon niet meer zo van de transparante lipgloss. Ik weet gewoon, toen ik echt net begon met lipgloss en make-up, vond ik het fantastisch. Maar nou, ik vind het gewoon niet heel speciaal. Ik heb liever een kleurtje. En de lippenbalsem, die vond ik gewoon helemaal niks. Want die ziet er heel schattig uit, ook wederom. Maar kijk, dit is hem. Je kunt hem wel zo omhoog draaien. Dan is dit de lippenbalsem, maar hij verzorgt je lippen gewoon totaal niet. Tenminste, bij mij deed hij niks. Ik kan hem even zwatchen, maar je gaat hem niet eens terugzien. Hij zit hiernaast. Maar hij deed gewoon niet echt wat voor mijn lippen. Ik bedoel, hij bleef gewoon. Mijn lippen bleven gewoon heel erg droog. Je moet het blijven opsmeren. En nee, ik was niet heel erg enthousiast over dit lipsetje. Lipgloss vind ik gewoon niet speciaal genoeg. En de lippenbalsem, die deed gewoon niks qua verzorging. Het laatste product uit die collectie, dat is een Parfum Ball Stick Trio. Dit zijn drie parfum sticks. Dit is de 01 Mini But Yummy. Zo heette dit setje. Nou, je krijgt dus drie parfumstickjes. Je hebt hier allereerst kokosnoot. Dan heb je persik. En dan heb je vanille. Nou, ze zien er dus zo uit. Je kunt ze een beetje omhoog draaien. En dan heb je eigenlijk gewoon zo'n stick. En het geurtje is wel lekker, maar het is gewoon te subtiel. Het is niet sterk genoeg. Ik heb hem bijvoorbeeld wat achter mijn oren aangebracht. Nou, het was leuk, maar de geur die was heel snel verdwenen. Dus ik zou dit niet op mijn lichaam smeren voor achter mijn oor. Vond ik het voor zo'n keer te proberen wel leuk. Maar het is niet dat ik zeg, nou, ik ben hier heel erg over te spreken. Dus ik had hier zelf wat meer van verwacht, heel eerlijk gezegd. Ik dacht echt dat het een, ja, misschien een wat spectaculairder effect zou zijn. Maar het is natuurlijk ook gewoon droog, omdat het eigenlijk gewoon... ja, een soort balsem is waar dus een geurtje aan zit. Het was ook de eerste keer dat ik zo'n parfumstick heb gebruikt, maar voor mij is het niks. Deze collectie is overigens niet meer te koop, of je moet hem nog in een van de uitverkoopbakken kunnen zien. Maar naar mijn weten is hij er niet meer. Dan heb ik een mascara. En dit is van de XOXO Makeup for Rebels 201 Black. Ik heb hier de verpakking. En die ziet er zo uit. Het is een vrij grote huls. Het is een mascara die komt bij de Action vandaan. En deze mascara die belooft intens zwart te zijn en met een flexibel borsteltje die de wimpers eigenlijk heel goed zou scheiden. En hij zou de wimpers dus een intens zwarte kleur geven. Nou, het borsteltje ziet er zo uit, vrij grof. Niet helemaal mijn ding moet ik zeggen, maar mijn wimpers werden er ook gewoon echt niet echt zwart van. Het was niet wat hij beloofde, zeg maar. Ik had gehoopt dat ik hele zwarte wimpers zou krijgen, maar die kreeg ik gewoon totaal niet. Dus nee, deze mascara is het ook voor mij zeker niet. Nou heb ik die ervaring wel vaker met mascara's van de Action. Ik vind het dan toch leuk om ze te blijven proberen, maar eigenlijk 9 van de 10 keer zijn ze een flop bij mij. Dan heb ik nog een paar producten uit een trendeditie van Essence. Deze ligt overigens nog wel in de winkel. En dat is de Vintage Beach lijn. Ik heb hier allereerst een Sea Salt Hair Mist. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Salt Hair I Missed You. Het ziet er heel leuk uit. Hij heeft een hele subtiele kokosnootgeur. En je zou hier dus eigenlijk een beetje een strand haarlook mee kunnen creëren. Een beetje, ja, dat is eigenlijk wat er wordt beloofd. Het is een haarspray met zeezout erin, kokoswater en panthenol en geeft je haar een
getextureerde Beach Waves look. Nou, hij deed eigenlijk helemaal niks voor mijn haar. Ik bedoel, ik vind het geurtje lekker. Hij heeft wel gewoon een normale spray dop, zeg maar, of flacon. Maar ja, nee, ik vond het zelf helemaal niks. Dus ik vond het niet echt heel veel doen voor mijn haar. En als er dan echt een Beach Hair Waves look beloofd wordt, dan verwacht ik er iets meer van dan dat hij gaf. Dus nee, voor mij was dit geen succes. Ook uit die lijn heb ik een multipurpose oral. En dat is deze. En deze heet de naam 01 Beach is a Feeling. Dit is dus een olie die eigenlijk gewoon aangebracht kan worden. Hij zou een lichte structuur hebben. Je kunt hem zowel op je gezicht gebruiken, je nagels en je lichaam. Voor een heel zacht en verzorgd effect eigenlijk. Nou, hij heeft gewoon zo'n pompje, dat is verder prima. Ik heb hem alleen aangebracht op mijn gezicht en hij trekt gewoon totaal niet in. Hij beloofde ook om snel in te trekken, maar dat deed hij dus gewoon totaal niet. Hij blijft echt als een vettig laagje op je huid liggen. Helemaal, als je daar eerst nog eens een dagcreme over aanbrengt, dan is het helemaal... Of onderarmend, dan is het helemaal ver te zoeken. Dus nee, ik vond dit niet echt lekker. Want het bleef zo lang liggen. Mijn huid voelde heel lang vet aan. Zelfs nadat mijn make-up erop zat, had ik het idee dat de olie er nog doorheen sijpelde, zeg maar. Dus nee, ik vond dit geen succes ook. En ook wat geen succes was, dat is het oogschaduwpaletje. Hij ziet er echt super leuk uit. Hij heeft de naam 01 Sky Above, Sand Below, Peace Within. Het is een heel schattig oogschaduwpaletje. Hij lijkt een beetje op een eerdere trend editie die Essence heeft gehad qua vorm. Hij is heel leuk vormgegeven, ook met dit, zeg maar. Het is hartstikke schattig allemaal. Maar er staat ook echt bij: dompel je onder in, in een strandlandschap met het oogschaduwpalet. Hij heeft 9 kleurtjes die hoog gepigmenteerd zouden zijn. Waarmee je jezelf ontelbare looks kunt geven van retro tot gekust door de zon. Perfecte mix van matte en metal tinten. Nou, het ziet er hartstikke leuk uit aan de binnenkant. De kleurtjes zien er ook hartstikke leuk uit. Maar het pigment laat heel veel aan de wensen over. Het is echt heel slecht gepigmenteerd. Je kunt het bijna niet opbouwen. Je zag er bijna niks van terug. Ik ga even een paar kleurtjes voor je swatchen. Zodat je een beetje een idee hebt wat het doet. Maar kijk, dit zijn de kleurtjes. Nou, met swatchen lijkt het nog wel wat. Maar op je ogen is het gewoon helemaal niks. Het is niet op te bouwen. Kijk, die donkerblauwe kleur, dat is echt, die is in het echt ook echt nog wel goed. Maar eigenlijk de andere kleurtjes zijn 10 keer niks. Dus nee, ik was best wel teleurgesteld voor dit oogschaduwpalet. Ik vond de kleuren er zo mooi uitzien. Ik had echt verwacht dat ik hier hele mooie looks mee kon maken. Maar helaas, het is hem niet geworden. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar deze collectie ligt nog steeds in de schappen van Essence. Althans, de laatste keer dat ik heb gekeken. Dan heb ik nog een setje met nagellakjes. En dit zijn de Floranista nagellakjes van Miki. Dit zijn 4 mini nagellakjes. Zitten dus in een houder. Je kunt ze dus zo eruit trekken, natuurlijk. Dan lijkt het alsof ik het heel mooi doe, maar het kwam er even niet uit. Je krijgt een blauw kleurtje. Een beetje, ja, het lijkt een beetje oud roze kleurtje. Je hebt een paars kleurtje en ook nog eens een geel kleurtje. Nou, het ziet er best wel leuk uit. Ik zal ook eventjes het kwastje laten zien. Die is op zich dikke prima. Maar de structuur van de nagellak zelf is helemaal niks. Er zit overigens 3 ml in dit setje. Of in zo'n nagellakflesje. Maar de... structuur van de nagellak is vreselijk, weet je. Het chipt heel snel. Het is voor 1 dagje is het op zich leuk, maar daarna ziet het er ook niet meer uit. Het droogt ook best wel bobbelig op. Vooral die gele, die vond ik heel bobbelig opdrogen. En ik heb het gewoon aangebracht zoals ik normaal nagellak aanbreng. Dus nee, dat vond ik echt een hele zware tegenvaller. Dus ja, het chipt snel. Ook dit komt gewoon bij de Action vandaan. Maar het ziet er heel leuk uit, maar ik vond de uitvoering echt 10 keer niks. En dan ben ik ook direct toe aan het laatste product. En dat is deze mascara. Dit is de I Love Extreme Crazy Volume Mascara in een waterproof variant. Mocht je mijn favoriete video hebben gezien, heb je misschien kunnen zien dat de normale versie erin zat. Die vond ik heel fijn. Deze vind ik niet fijn.
Het borsteltje is allereerst ook niet mijn ding. Die ziet er zo uit, maar dit is dus niet mijn ding. Maar waarom ik hem niet fijn vond, is omdat hij totaal niet waterproof is. De mascara zelf geeft best wel een mooi effect aan de wimpers. Maar hij is gewoon niet waterproof. Want als je er één keer water overheen laat lopen, nou dan zit de mascara overal. Het loopt heel erg uit dan. Dus ja, de mascara zelf is fijn, maar het waterproof effect komt er niet uit. En ja, dan zou ik zeggen, koop gewoon als je benieuwd bent naar die mascara. Lekker de gewone variant zonder dat waterproof gebeuren. Want het komt echt niet tot zijn recht. Want ik heb het gewoon water overheen laten lopen. En ik veegde hem net zo hard uit als de gewone variant. Dus nee, waterproof is deze zeker niet. Nou, dan waren dit alle veel producten van zowel juli als augustus. Ik vind het zelf ook altijd weer leuk om even terug te zien. Want dan denk ik weer, oh ja, ik heb dit getest en ik heb dit getest. Omdat ik zoveel test, dan belandt het op een gegeven moment in een mandje. En dan denk ik, oh ja, ik had dit en ik had dit. Ja, best wel jammer. Ik vind het ook altijd wel zelf heel erg jammer hoor. Als er veel producten bij zitten die niet zo fijn zijn. Maar ja, het hoort er helaas bij. Helaas kan niet alles favoriet zijn. Maar toch, vond ik het wel heel erg jammer. Ik was vooral ook heel erg teleurgesteld in het oogschaduwpaletje. Want daar had ik zoveel van verwacht. En dan valt het zo erg tegen. Ja, dat vond ik zelf wel heel erg jammer. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd of jij toevallig een van deze producten hebt getest of geprobeerd. En of jouw mening hierdoor misschien anders is. Of dat je misschien van plan bent om nog een van deze producten te testen. Of dat je denkt, ik skip het gewoon helemaal. Ik zou het leuk vinden als je het wil laten weten in de comments. Ik ga je voor nu gewoon in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je daarop klikt, ben je ook gratis geabonneerd. Daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!